Dat is genieten nu al op het kasteel. Zon overgoten, veel mooier. Kan het eigenlijk niet qua omstandigheden voor deze wedstrijd in de halve finale van de play-offs tussen Sparta en FC Utrecht. 2-1 werd het voor Sparta afgelopen donderdag in stadion Galgenwaard. Wat wordt het hier vanavond op het kasteel? Welke ploeg gaat zich melden in de finale van de play-offs? Welke ploeg mag het uiteindelijk gaan uitvechten met FC Twente? Wordt dat Sparta, de ploeg die zo'n fantastisch seizoen achter de rug heeft onder Maurice Stijn? Of wordt het toch het FC Utrecht van Michael Silberbauer? Aan alles is gedacht. Vuurwerk. En onder in beeld de opstelling van Sparta met Meijers en Namli dus in de basis. Pinto en de Guzman op de bank. In de voorhoede van Krooi, Lauritsen en Koki Saito. Hij heeft hij heeft pas voor de tweede keer in dit seizoen een basisplaats. Aron Meijers. De opstelling van FC Utrecht, daar is Mike van der Horen dus terug in de ploeg. Afgelopen donderdag nog geschorst voor de thuiswedstrijd tegen Sparta. Betekent dat bij FC Utrecht Ruben Kluivert plaatsneemt op de bank. Vriend. Makkelijk gevoetbald door Namli. Verschuren. Van Krooi. Kitolano komt vrij. Namli zoekt het nu voor het doel bij Saito. Bal op de paal. En het gevaar nog niet geweken, want daar is Lauritsen. En ook daar wordt de paal geraakt. Sparta heeft hier ontzettend veel pech. Utrecht ontsnapt aan een vroege tegengoal. Kitolano laat zien dat hij ontzettend sterk is. Saito, Kitolano naar de spitspositie. Saito. Barkas laat hem los. Maar heeft hem uiteindelijk te pakken. Dit zijn mogelijkheden voor Sparta om het verschil te maken. Meteen weer aan speelbaar. Namli, Saito, goed gevoetbald. Het schot gaat er nog bijna in ook. Het was helemaal geen beste poging van Saito. Via de buik van Viergever nog bijna binnen. Boussaïd, Bosdogan en opnieuw Ramselaar. Van der Streek nu voor het doel. Hier de kans, Sander van der Streek raakt hem niet vol. En eindelijk werk aan de winkel voor Olij. Die het toch nog niet zo moeilijk heeft als afgelopen donderdag. In ieder geval tussen de palen geschoten door Van der Streek. Sambo, Verschuren, niet buitenspel. Saito, Namli, Meijers komt vrij, Namli doet het zelf. Meijers, dat is een goede bal op Saito. Duel met Kleiber. Lauritsen voor de goal, Saito. Richting inderdaad Lauritsen, maar een fractie te hoog voor de Noorse spits. Sambo, is dat niet een overtreding ten opzichte van Boussaïd? Lauritsen kopt en binnengetikt. De goal van Van Krooi. Sparta op voorsprong. Boussaïd ligt nog altijd geblesseerd op de grond. Boven in beeld, Sambo tikt de bal er langs. Daar lijkt niet heel veel aan de hand. De voorzet kan eigenlijk niet op doel worden gekopt, dus kun je daar zo'n balletje verwachten van Lauritsen. En Van Krooi is heel alert en werkt die bal binnen. Ja, de scheidsrechter gaat toch naar het scherm. Het is natuurlijk ook wel weer iets wat ontzettend vaak in een wedstrijd gebeurt. En wat ook ontzettend vaak door de vingers wordt gezien. Maar nu niet. Het doelpunt afgekeurd.
Sambo. Van der Marel komt daar wel heel hard in. Met gestrekt been, dat kost hem een kaart. Daar is Van der Marel. Dat is gevaarlijk inkomen. Nee, zo wordt de gemoedstoestand niet vrolijker op het kasteel bij Sparta. Van der Hoorn. Het hoofd van Vriends. En nog eens. Inmiddels in het laatste kwartier. Neemt de spanning toe. Bosdogan. Die is voor Olij. En Toornstra die erbij gaat zitten. Zegt ik kan niet verder. Ik heb behandeling nodig. Er is al... drie keer van de mogelijkheid gebruik gemaakt door Silberbauer om te wisselen. Dus Toornstra moet door. Kan pas bij een eventuele verlenging alsnog gewisseld worden. Als het niet meer gaat, gaat het niet meer. Dan de Guzman. Hier is de gevaarlijke voorzet en de goal! Daar is de treffer voor FC Utrecht via Viergever die daarop duikt. Toch vrijwel uit het niets deze goal. Tegen zijn oude club, Nick Viergever. Uitgerekend hij en 0-1. En dan is het over twee wedstrijden in balans. Toornstra moet toch trappen. Awassar. Dost, handig. Booth. Ter Avest. Ja, Utrecht gelooft er nu helemaal in. En dat geldt zeker voor de supporters die hier zijn. Daar komt Viergever weer. Knap binnengehouden. Doevikas komt niet de koppen toe. De kans voor Taylor Booth. Awassar in de slag met Doevikas. Daar wordt behoorlijk geduwd en getrokken. Hij kreeg de kans. Viergever met Verschuren. Is dat niet Hens? Saito, de scheidsrechter, laat het erbij. De bal tegen de handen van Sanjan. Sparta wil een penalty. Hier het duel tussen Viergever en Verschuren. Van dichtbij zwaait hij daar wel met die arm, ja. En ik denk niet dat de videoscheidsrechter dit een strafschop vindt. Weer een blessure nu bij Doevikas. Sparta kan door. De Guzman. Van Krooi. De Guzman kiest positie bij de tweede paal. Van Krooi met de voorzet, maar Verschuren krijgt hem niet binnen. Wat een slotfase is dit. En dan fluit Kamphuis af en is het klaar. En gaan we zo dadelijk verlengen. Abels. Van Krooi. Van Krooi. Goeie redding Barkas. Die wel wist wat ging komen. Maar toch die bal nog even tegen moest houden. Brouwers. Dost. Bosdogan, Ter Avest komt. Van der Streek wijst. Had hem eigenlijk niet daar willen hebben, maar... krijgt hem dus wel zo, Ter Avest. Olij staat vast en dat is een kans, zeg, voor Dost. Niet makkelijk, want hij moet passen naar achteren maken om uit te komen. En om te kunnen koppen. Descott, ja, die is sneller dan Vriend. Normaal gesproken al, maar nu na... zoveel minuten in de benen bij de verdediger van Sparta helemaal. Bosdogan knap binnengehouden. Kan toch echt goed voetballen hoor. Bosdogan! Redding Olij. Descott nog. En weer Olij. Meteen weer bij de les. Nick Olij. Is misschien nog extra tijd. In deze tweede helft van de verlenging. Viergever heeft wat moeite. Kitolano, de Guzman, Kitolano en daar
er niet in. Maar wat een moment is dat. Zo'n Ter Aves die hem in eigen doel lijkt te werken. Penalties gaan uiteindelijk bepalen wie zich mag gaan melden in de finale van de play-offs tegen FC Twente. Vito van Krooi, onderkant lat. Dat is met volle overtuiging raak. Luc Brouwers. En hij pakt hem, Olij. Olij pakt hem. In de ploeg gekomen voor Eerthuizen. De aanvoerdersband onder schouder gekregen. Ouassar. Oi, 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 oi. Utrecht leeft nog. Die durft er nog te kijken. Van der Hoorn. En pakt hem, Olij. Sparta gaat naar de finale van de play-offs. Net als afgelopen donderdag is Nick Olij de uitblikker bij Sparta. Twee penalties gepakt door Nick Olij. En Sparta zien we donderdag in de finale van de play-offs tegen Twente.